rotopmerking, te laat komen op een afspraak, struikelen, je hak breken, een overvolle trein, een lekke band, een dure rekening. Hey lieve kijkers van Fem, ik wilde voor jullie weer heel graag een video maken over geluk en hoe je meer uit je leven kunt halen. En daarom dacht ik, deze video moet gaan over ergernissen. Want ja, we kunnen ons natuurlijk aan van alles ergeren. En ik denk dat er best wel een aantal tips zijn of een aantal dingetjes dat als je die weet, dat het je kan helpen om je minder vaak te ergeren. En soms ook gewoon te denken, ik laat het lekker daar, ik ga hier niet mee, doei! En je blijft gewoon lekker kalm en relaxed. En daardoor zal je veel meer geluk uit je leven halen. Dus hier komen 10 tips om je minder vaak te ergeren. Tip 1. Heb wat meer geduld. Sunny. Ja, ik zeg het ook even tegen mezelf, want ik ben echt extreem ongeduldig. Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet zoveel uit dat dingen iets later gebeuren dan dat jij zou willen. Vaak is het maar 5 minuutjes. En wat is nou 5 minuten? Wil jij die 5 minuten gebruiken om jezelf helemaal op te pompen, al je energie weg te gooien? Of denk je van, nou, ik vind het wel even oké om in de rij te staan bij de kassa. Of ik vind het wel even oké om wat langzamer te rijden op de snelweg. Of ik vind het wel even oké dat mijn uploadsnelheid van YouTube even super traag gaat. Tip 2. Probeer wat minder te oordelen. Heel veel irritaties komen uit oordeel. Dat we denken, ach, moet je haar nou zien met haar rare schoenen? Of weet ik veel waar we allemaal over oordelen. We zitten nou eenmaal in een leven en in een wereld waarin over alles wordt geoordeeld. Het begint natuurlijk al bij restaurants en outfits. Dus het is niet gek dat dat in ons systeem zit. Maar probeer soms eens bewust niet te oordelen. Dus als je merkt dat je weer heel erg geïrriteerd bent, probeer dan eens een keer gewoon naar de even stil te zijn, naar de situatie te kijken. En kijk eens waar jij allemaal aan het oordelen bent. En probeer dat eens even niet te doen. Dus gewoon feitelijk naar de situatie te kijken waar je in staat of waar je op dat moment aan ergert. En ja, observeer het gewoon. En accepteer gewoon, het is zoals het is. Het is niet goed, het is niet slecht. Maar het is gewoon zo. Kijk eens of dat werkt voor jou. Tip 3. We willen zoveel mogelijk uit het leven halen. En we willen dus ook zoveel mogelijk doen met onze tijd. Dus we proppen vaak onze tijd helemaal vol met dingen. En we doen van alles door elkaar en tegelijkertijd. Probeer eens wat meer focus te hebben. Want als je focus hebt voor maar één ding tegelijk, dan ga je met al je aandacht daar naartoe. En dan zal je merken dat je minder stress hebt. En doordat je minder stress hebt, ben je minder vaak geïrriteerd. Tip nummer 4. Probeer met een afstand te kijken naar je eigen ergernissen. Er is natuurlijk veel meer ellende op de wereld dan alleen maar deze irritatie. Weet je, er zijn oorlogen, er gaan elke dag mensen dood. Er zijn superveel kinderen die leven in armoede. Dus hoe groot is dat probleem van jou nou eigenlijk echt? Misschien kan je er zelfs om lachen als je met een afstandje naar je eigen irritaties kijkt. Ik hoop het voor je. Tip nummer 5. Deze vind ik zelf heel erg belangrijk. Kijk eens met liefde naar degene aan wie je je ergert. Of als je liefde een vaag begrip vindt, kijk dan vanuit compassie of vanuit, ja, weet ik veel, medeleven. Maar wat ik ermee bedoel is, een voorbeeld. Ik erger me wel eens aan dat mensen heel traag zijn in de rij, bij de kassa van de supermarkt. En dan denk ik, ja, dit kan allemaal wel wat sneller en dit is totaal niet productief. En weet je wel, zo zit je dan te denken. Maar misschien is het wel de eerste dag van diegene. Of ik probeer dan op dat moment een soort van liefde te voelen voor die persoon. Te denken, nou, stel dat het mijn broertje zou zijn. Of stel dat het een goede vriend van me was. Dan ga je ineens allerlei redenen verzinnen waarom diegene zo doet wat hij doet. Want het is inderdaad de eerste dag. Of hij is gewoon een stuntel. Of hij vindt het doodeng. Of hij is heel onzeker. Misschien dat je dan meer kan denken van, hey, heeft diegene wel een ontzettende baaldag? Is er net iemand, is haar relatie net over? Is er iemand ziek geworden? Weet je? Dus doordat je je meer verplaatst in die ander en dus meer compassie voelt en meer liefde, irriteer je je ook minder aan het gedrag van je collega of van wie dan ook. Tip nummer 6. Wil jij bekend staan als een persoon die snel geïrriteerd is? Snel op haar teentjes wordt getrapt, snel boos wordt. Wil jij zo iemand zijn? Nee toch? Je zou veel liever bekend staan als iemand die, nou ja, geduld heeft, kalm is, begripvol. Dus kies daar dan ook voor. Je kan gewoon die persoon zijn. Wees positief. Tip nummer 7. Wees dankbaar. Ik heb het hier al heel vaak over gehad, maar dat komt omdat het ook echt werkt. Op het moment dat jij je irriteert, je ergert je aan je collega's of aan je klasgenoten, wees dan eens dankbaar. Kijk eens wat er wel leuk is of wat er wel leuk is aan die persoon. Zodra je dat gaat doen, zal je merken dat de irritaties al vanzelf minder worden. Tip nummer 8. Heel veel irritaties ontstaan vanuit discussies of vanuit gelijk willen hebben. Of, hè, je mening verschilt van een ander. Maar
Je hoeft helemaal geen mening te hebben. Je hoeft helemaal niet altijd te reageren op iets. Je kan ook gewoon zeggen, hey, ik reageer niet. Ik heb hier geen mening over. Ik ga hier niet in mee. Hoe relaxed is dat? Oké, tip nummer 9. Deze gaat ook over ruzies en discussies. Er zit in jou een ego of iets wat gelijk wil hebben. Hè? Als er een woordenwisseling is, bam, we gaan meteen vanuit de verdediging. We willen vaak gelijk hebben, zonder dat we ook echt ervoor kiezen van ik wil gelijk hebben. Schieten we al in die verdedigingsrol. Maar ik heb gemerkt dat heel vaak het ook gewoon heel erg fijn is om te denken, om diegene gelijk te geven. Want maakt het je nou echt gelukkiger als jij gelijk hebt? Wat levert het je op? Soms kan je gewoon zeggen, oké, je hebt gelijk. Nou, word je daar dan heel erg ongelukkig of ontevreden van? Heel vaak dus niet. Ik merk dat in discussies, vooral ook met vriendinnen, ik geef ze gewoon gelijk. En dan denk ik, dan lach ik, weet je wel, van binnen. En dan denk ik, als jij dit nu graag wil, als jij nu graag gelijk wil hebben, helemaal prima, dan geef ik dat aan jou. En dat is gewoon veel kalmer en veel fijner. En de laatste, wat levert jou het op om je te irriteren? Wat levert het je op om je te ergeren aan iemand die je inhaalt op het fietspad? Of iemand die door rood rijdt? Wat levert het jou nou eigenlijk op? Het is toch veel toffer om positief te zijn en ja, dat soort dingen gewoon allemaal aan je voorbij te laten gaan. Nou, dit waren mijn 10 tips. Ik hoop echt dat je er wat aan hebt gehad en dat we ons in totaal minder aan elkaar zullen irriteren en ergeren. Ik ga er in ieder geval weer even mee aan de slag, vooral met dat geduld. Is er een tip waarvan je zegt, die moet er echt bij? Of dat je zegt, nou daar, nee, dat heb ik geprobeerd, dat werkt voor mij gewoon niet. Laat het even weten in de comments. En voor iedereen die nu vakantie heeft, een hele, hele fijne vakantie. Doei, tot over een week.